Tanis Foodtech, 25 jaar geleden opgericht door Peter Tanis en zijn vrouw Linda, producent van machines en apparaten voor de voedingsmiddelenindustrie. Afgelopen 25 jaar ontwikkeld tot een producent en leverancier van volledige procesinstallaties in de voedingsmiddelenindustrie. Wij onderscheiden ons in klantgerichtheid, een persoonlijke benadering, maar vooral ook dat producten centraal staan in onze oplossingen. 95% van onze business die gaat heel de wereld over, wat het ook extreem leuk maakt om met iedereen op die manier in contact te komen. Maar dat maakt het ook ontzettend ingewikkeld, omdat we vaak via de computer, via mails, via conference calls, via alle media die we tegenwoordig hebben, proberen we natuurlijk precies te weten wat zo'n klant wil hebben om daarop te kunnen handelen. Soms weet de klant precies van de hoed en de rand en zegt men van nou, dit willen we graag op deze manier hebben. Het is ook heel vaak zo dat de klant dat totaal niet weet. En dan is natuurlijk onze kracht om vanuit ons specialisme daar een installatie te bieden die precies doet wat de klant uiteindelijk wil. En dat ze uiteindelijk het eindproduct maken wat hij altijd al maakte, want dat blijkt te werken en dat is wat hij uiteindelijk wil hebben. After the second cooler, this is the booster pump. And what's that gonna do? This is going to boost the pressure because it's sticky mellow. Dus een klant komt naar ons toe met een product die zegt, jongens, ik wil dit maken. Dit zijn mijn lokale ingrediënten, dit zijn mijn lokale omstandigheden. Dit is de fabriek die ik ter beschikking heb, waarbij alles wat je hier om je heen ziet, het gevolg is van specifieke engineering voor die klant. Niets is standaard, niets komt van de plank. Alles wat je hier ziet is gemaakt, toegespitst op die ene klant met dat ene product, met lokale ingrediënten. We zijn hier in het lab van TFT en hier proberen wij allerlei proefjes en testen uit met onze machines die we hier ook maken. En zo komen we er een beetje achter wat we hiermee kunnen doen en wat voor producten we mee kunnen draaien. Wij proberen dus zoveel mogelijk met de grondstoffen en de hulpstoffen van de klant zelf te werken. Zodat we ook resultaten hebben die gelijk bij de klant opgestart kunnen worden aan de andere kant van de wereld. Een van de hoofdredenen dat de klanten hier komen is dat we deze kennis kunnen binden aan zeg maar, de machinebouwkennis en de machinedraaikennis. Ja, alles wat we in het lab doen is inderdaad echt custom made en dat vind je ook nergens anders, nee. Je hebt niet alleen een machine, je hebt niet alleen een recept, het moet allemaal bij elkaar komen. En dat is eigenlijk het unieke wat we hier kunnen. Ik ben Stephanie en ik ben de enige vrouwelijke lassie hier zo. Soms wel lastig met al die mannen hier zo. Zo lastig, we helpen je altijd. Ja hoor. Ja, dit is een stukje leidingwerk voor de machines die we maken hier zo. En er komt crème doorheen. Die gaat door de leiding heen. Dus het is gewoon echt belangrijk dat de lassen gewoon een mooi uitzien. Dus dat je ziet van hé, dat is een mooi stukje laswerk. En dat het ook gewoon allemaal dicht zit, anders dan gaat het lekken. En het is maatwerk, dus het moet gewoon heel precies gemaakt worden. Wij tekenen alles één op één helemaal uit. En zo werken we niet op schaal. En dat heeft als grote voordeel dat we de complete lijnen ook aan de klant voor kunnen leggen. Wij kunnen onze lijnen inpassen in de layouttekening van de klant. Dus als wij tekeningen hebben van een fabriek, kunnen wij deze één op één erin plakken en kunnen we direct zien hoe de situatie uiteindelijk gaat worden. Met zo'n 3D-ontwerp voelt de klant eigenlijk het product al. Ik denk zeker dat in de toekomst ook het 3D-print een grote rol kan gaan spelen, ook binnen onze productie. We hebben hier al een begin mee gemaakt. Dit is een nozzle die wij gebruiken voor het extruderen van de marshmallow. Hier kun je de vorm zien zoals de marshmallow er uiteindelijk uitkomt. Deze bestaat uit twee delen. Die zijn in één keer geprint. En doordat wij hier 3D-printen voor gebruiken, kunnen we allerlei vormen, allerlei kleuren, materialen kunnen we gebruiken. En hier kun je intern alle kanalen zo maken als je wil. De optimale vorm van de kanalen, eenvoudig schoon te maken, mooi vloeiend, gelijke drukken. Nou, dat is de eerste stap. Zo gauw dit erg bij meerdere materialen toegepast wordt, dit is een bepaalde nylonsoort, dan kunnen we dat voor veel meer componenten gebruiken. Wij verwachten dat zeker 50% van de onderdelen in de komende 5 jaar met 3D-printing gemaakt gaat worden. En nou, dat zijn enorm goede ontwikkelingen voor onze branche, want we kunnen veel flexibeler en veel sneller produceren daarmee. De toekomst ziet er rooskleurig uit. Wij hebben mooie ontwikkelingen gedaan
in de bakkerij op het gebied van sandwich koekjes. We zijn super bezig met complete lijnen op marshmallow en spekjes te maken. Daar zit onze groei en daar zullen we ook bij bekend blijven en nog bekender worden. En als ik hier dan rondloop en ik kijk om me heen, ik zie al deze prachtige apparatuur. Ik besef me welke rol wij internationaal hebben, welke leidende rol wij hebben in onze innovatieve oplossing. Ik zie de instroom van jonge mensen die hier binnenkomen, die zich ontplooien, die zich ontwikkelen. Ik zie de prestatie die we met z'n allen leveren. Dan is er maar één gevoel, ongelooflijk trots.